Oké, en nu? Ik heb mijn schoenen niet gepoetst. Oeh nee, kan dat nog even? Ik zit goed. Zit het goed ook allemaal? Ja hoor. Nou, kom op! Mailen, denk ik. Bellen. Mailen. Bellen. Goedemiddag, woongelooflijk van Donzel met Anne. Goedemiddag, woongelooflijk van Donzel met Bianca. Goedemorgen, woongelooflijk van Donzel met Willeke. Pak hem in de hand en je drukt op het telefoontje, toch? Begrip tonen voor de klant en luisteren en meebewegen. Goed kunnen luisteren. Geduldig en rustig blijven, denk ik. Dat zijn denk ik wel de belangrijke eigenschappen. Nou. Positief zijn, behulpzaam zijn en het ook relativeren. Dus het is ook een stukje humor erbij brengen. Ja, je moet vooral geduld hebben. Goed kunnen luisteren naar de klant. Een beetje meebewegen. Ik denk dat. Kroket. Ik denk een barmischijf. Kalt wel lekker. Ja, dan toch een broodje gezond. Ja. Als ik meedoe, dan is het vaak wel een belegd broodje. Ik denk toch wel mijn allereerste dag. 5 jaar geleden dacht ik. Bert die mij inleerde, hij had nog zo'n planningbord. Zo'n ouderwets planningbord. En ik vond het allemaal leuk. Je had magazijn, je had bezorgers, je had leveranciers. Heel divers. Nou ja, het was geen werkdag. Het was de personeelsdag in Appeltern. Ja, dat vond ik echt heel leuk, heel gezellig. Leuke activiteiten. Toen gingen we met z'n allen een soort Expeditie Robinson doen. En daarna met z'n allen activiteiten. En daarna met z'n allen barbecuen. Ja, dat zijn natuurlijk wel de leuke dagen natuurlijk. Hè? Dat je toch met je collega's bent, maar in een andere setting als in je werkpak en over werk praten. Een warme familieband is het wel. Alles willen doen voor de klant en waar mogelijk nog een stapje meer. Met enthousiasme en met een lach mooie meubels uitkiezen. Maar ook als er problemen zijn, dat ze dan mij of mijn leuke collega's bellen. En dan gaan we het lekker oplossen. Ja, kom zelf maar even kijken vanavond. Heb ik toch gezegd dat ik even iets anders had. Een klant die had eetkamerstoelen gekocht en die dacht dat er beestjes in de stoelen zaten. Dus die kreeg ontzettende jeuk als ze op de stoel had gezeten. Dus we zijn daarmee bezig geweest. Ik heb nooit iets aangetroffen. Maar goed, ja, dat is dan misschien wel een gek verhaal om wat je meemaakt. Het vreemdste verzoek. Ja, ik heb... Nee, ja. Het is een beetje raar als ik dat zeg. Nee, dat kan echt niet. Dat ging over dat een klant opbelde die had allemaal rare vlekken op de bank. En of dat ook verwijderd kon worden. Die had met massageolie alles op de bank gespeeld. Ja, dat kan er niet in.